Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel moois en iets aparts maken. Zoals je ziet heb ik een hele mooie ouderwetse veilingkist voor me. Daar gaan we mee aan de slag. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en alle leuke winacties. En er komt een hele leuke winactie aan, want we zitten bijna op de 5000 abonnees. Echt super gaaf. Dankjewel voor iedereen die kijkt en die abonneert. Dat vind ik heel leuk, want daardoor kan ik ook dit soort video's blijven maken. Dus dankjewel daarvoor. Wil je het pakket nu bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemisme.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het naartoe moet, we versturen het zo naar je toe. Dus lekker makkelijk. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Gaan we iets moois maken met deze ouderwetse veilingkist. Iets lang houdbaars en leuk voor aan de muur of om ergens neer te zetten bij de deur. Ook leuk als je een bordje in maakt met welkom of zo en een naam, dat kan eventueel ook. Maar ik ga hem zo maken dat je hem een mooi plekje kan geven. Het wordt dus een bloemstuk voor buiten en zoals je ziet, het is echt wel een royaal stuk. Allereerst, ik vind het leuk om met plantjes te werken voor buiten, maar we gaan ook met andere materialen werken, dus dat is ook heel erg mooi. Ik heb wat plantjes voor buiten die hier mooi passend bij zijn. Wat meer in de grijs tinten. En deze gaan we eerst ontwikkelen met mos, met potje en al. Maar dan werken we het in ieder geval mooi weg. Wat we dus gaan doen is, we wikkelen het mos eromheen. En daaromheen wikkelen we weer het touw zodat het vast komt te zitten. En we houden het allemaal een beetje stoer, want het past mooi bij de ondergrond die we straks gaan gebruiken. En dan heb ik ook weer een mooie vilt waarbij ik ook een plantje ga afwerken. Ik vind het altijd leuk om hier te werken en sowieso is het mooi om met verschillende materialen te werken. Ik gebruik de bruine zijde, dat vind ik altijd mooi rustig effect geven. Maar je kan natuurlijk ook voor kiezen om de blauwe zijde aan de buitenkant te doen. Of dat je bijvoorbeeld een deel omslaat, dat is ook leuk dat je die kleurverschillen krijgt. Dit knip ik even op maat en dan doe ik het op dezelfde manier eromheen. Doe ik ook bij de andere plantjes. Als je dat hebt gedaan, gaan we de plantjes plaatsen in het kistje. En je kan eigenlijk zelf kijken hoe je het wil verwerken. Ik wil natuurlijk het hangplantje onderin. En je kan ook heel mooi wat plantjes bovenin doen. Dat geeft ook een heel leuk effect. Je kan het bij elkaar zetten, je kan ermee spelen, alle kanten op. Dat is net wat je zelf mooi vindt. En we gaan het even bevestigen, omdat je natuurlijk die gaatjes hebt, daar kun je mooi aan bevestigen. Dus dat doen wij ook met touw, zodat het allemaal mooi afgewerkt is. Je bepaalt dus eerst waar het plantje komt. Ik wil het hangplantje rechtsonder in de hoek. Dus ik haal eventjes het touw er doorheen. En dat doe ik gelijk op twee plekken, zodat ik hem goed kan bevestigen.
plaats ik erop en dan kan je het gewoon vastmaken met een knoopje en een touwtje. Zoals je ziet is dan het eerste plantje al geplaatst en die gaat straks mooi naar beneden hangen. En ik laat het gras aan de andere kant ook weer terugkomen en omdat hij wat hoger is geeft dat een mooi effect. Dit maak ik op dezelfde manier vast en dat doe ik ook met de vetplanten. Je kan dus zelf de hoogte bepalen waar je het wil hebben staan. Zoals je ziet hebben we dan al een mooie basis. Dat geeft dan een heel mooi effect. We gaan nu nog verder opvullen met mooie materialen. Wat mos en decoratiematerialen. Om helemaal af te maken. Allereerst bevestig ik wat bolmosjes. Ook hierbij kan je zelf creatief aan de slag gaan. En kijken wil je het alleen onderop zoals ik nu ga doen. Of verdeel je het in het stuk. Je kan er alle kanten mee op. Ik bevestig dit met lijm, maar je kan dit ook dus gewoon op dezelfde manier elke keer met touw doen als je geen lijmpistool hebt. Dus dan is het geen probleem. Door die gaatjes in het frame kan je eigenlijk alles aan bevestigen. En hoe leuk is het om er een klein insectenhuisje bij in te doen. Er zit een spijkertje op de achterkant, dus je kan hem achter via een spijkertje vastmaken. Ik doe het nu ook even met lijm. En dan heb ik nog dit stukje. Het is een soort leerachtig materiaal. En ik vind het leuk om daar bijvoorbeeld op te schrijven welkom thuis of welkom. Of bijvoorbeeld de namen. Je knipt dat gelijk mooi. En je kan het natuurlijk in elke vorm knippen als je het leuk vindt. En dat kan je natuurlijk met je eigen naam en thuis ook doen. Dat is ook heel leuk. Zodat iedereen weet wie er bij jou woont. Maar je kan er ook een mooie spreuk tekst op zetten. En dan ga je het verder naar wens helemaal opvullen met allerlei materialen. Ik lijm dus alles, maar je kan dus ook even kiezen om met touw en draadjes vast te maken. En om het dan nog helemaal af te maken en het iets meer kleur te geven, voeg ik flesjes toe. Waar je dan elke keer iets van een leuk gijbraadje of gewoon een ander leuk bloemtje in kan doen. Misschien wel een leuk bloemtje uit de tuin. En die maak ik wel vast met touw, zodat het goed vast zit. En door de ringetjes doe ik dat eigenlijk weer op dezelfde manier als de plantjes. En ja, dan kan je elke keer toch een paar leuke bloemetjes in doen. En dan heb je iets heel leuks bij de voordeur. Of een ander plekje buiten, kan natuurlijk ook. Je kan ervoor kiezen om ze bij elkaar te plaatsen. Dat vind ik ook heel erg leuk. Maar ik ga ze een beetje verspreiden.
Nou, dat zit allemaal vast. Dus ik ga het even vullen met water. En dan ga ik er gelijk wat leuke bloemetjes aan toevoegen. Dat geeft gelijk kleur in het stuk en maakt het helemaal af. En dan hebben we natuurlijk echt iets heel leuks en origineels voor bij de deur. Of ja, misschien heb je een ander leuk plekje voor buiten. En je kan het natuurlijk ook met binnenplantjes doen. Dus echt heel erg leuk. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dit complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelnaarbloemist.nl. We verzenden dit door heel Nederland, België en Duitsland. Dus we kunnen het zo naar je toe verzenden. Wees er snel bij, want op is op. En dan hoop ik dat jullie dit wel een leuke les vonden. Eventjes helemaal wat anders dan anders. Maar wel heel sterk voor ook de zomerdagen en de vakantieperiode. Dus ik hoop dat jullie dit heel erg leuk vonden. Ja, vond je het leuk? Laat even een leuke reactie achter. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand ongeveer kans op een leuke prijs. Een cadeaubonswaarde van 15 euro. En jullie hebben een winnaar van mij te goed. Want er is weer massaal gedeeld vorige maand. Heb je trouwens geen Facebook of Instagram, mag je ook een review achterlaten op Google. Maar de winnaar van de vorige maand, die komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en dan krijg je een cadeaubon ter waarde van 15 euro die vrij te besteden is in onze webshop. Ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan vergeet vooral niet te abonneren en dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!